Hoi allemaal en welkom bij de allereerste podcast van... je begon wel. Ja, ik was even vergeten of ik nou Kick It de podcast of podcast Kick It. Ja, maar ik zei het even andersom. Oké, even opnieuw. Hoi allemaal en welkom bij de allereerste Kick It de podcast. Vandaag heb ik aan tafel Femke Loijkens en Merle Beijer. En de zomervakantie is inmiddels alweer voorbij en dat betekent dat het tijd van het jaar is. Nieuwe avonturen, nieuwe studenten, want wat is er gaande? We gaan bijna starten met de introductieweek. Kijk, kan je wat meer vertellen over de introductieweek? Wat houdt het precies in? De introductieweek wordt georganiseerd voor alle studenten van communicatie, international communication en alle CMD-studenten. Om de klas te beter leren kennen, maar ook Kick. Oké, en heeft de introductieweek ook een thema dit jaar? Ja, zeker. Het wordt eigenlijk een soort van heel groot filmfestival. Dus alle klassen hebben ook een thema gekregen met een bepaalde film. En daar zijn ze ook dan de hele week aan te herkennen. En aan wat voor films moet ik dan denken? Ja, we hebben echt alles. We hebben ABBA, we hebben de, hoe heet je dat nou ook weer? De Marvel Studios Avengers of zo. Ja, ik kijk dat niet. Leuk. Maar heel leuk. En we hebben Totally Spies. We hebben ook, hoe heet die film ook weer? Nou, we hebben er heel veel, want we hebben zo'n 14 klassen. Zo, dat zijn er flink wat. Ja, zeker. En hoe gaat die introductieweek precies uitkomen te zien? Dit jaar gaan we voor het eerst in tijden weer op kamp. Dus van maandag tot en met woensdag gaan we met zo'n 200 studenten naar Assen. En dan gaan we lekker 3 dagen op kamp. En daarna hebben we nog een Get to Know the City en een heel groot eindfeest. Oké. En hoeveel studenten mogen er komen op deze introkamp? Ja, we hebben dus zo'n 200 studenten die deze introductieweek met ons gaan meelopen. Gaaf. Ja, heel leuk. En tijdens dat kamp, hè, zijn er dan ook nog bepaalde activiteiten die er gaan plaatsvinden? Of, Zeker, we hebben genoeg te doen. Ik krijg het helemaal de war van jou. Dat heb ik ook wel eens hoor. Dat snap ik. Ja, we hebben genoeg. Dit klinkt ook allemaal vloeiend. Wat zeg je? Dit klinkt ook allemaal veel intenser zo. Ik krijg het helemaal bloed in. Yes. Ik ook. Oké. Okay. Oh, even wapperen. Word ik ook jij dan? Ook, ja. Jazeker. We hebben een pubquiz. We hebben allerlei spellen overdag waar we ze mee gaan vermaken. Maar we hebben ook een karaokeavond en een klein eindfeestje van het kamp, zeg maar. Ja, tof. Dus er zijn dus een aantal klassen die daar ook naartoe komen. En ik heb begrepen dat elke klas ook een buddy heeft toegewezen. En Merle, volgens mij kan je mij er wat meer over vertellen. Want wat houdt dat precies in? Wat doen die buddies? Buddy is eigenlijk gewoon dat je een klas krijgt en je zorgt gewoon dat ze er zijn. En je neemt ze een beetje eigenlijk op sleeptouw mee. Je laat ze even een leuke paar studenten tricks zien. En je bent ook met hun bij alle activiteiten eigenlijk de hele week door. En dat is super gezellig, want meestal doe je buddy zijn met iemand die je heel leuk vindt. En het is super leuk om al die eerste jaars gewoon met volle energie te zien beginnen aan hun, maar voor sommigen toch wel de start van hun studententijd. En dat is, ja, het is gewoon super leuk om daar gewoon een onderdeel van te zijn om hun een echt een geweldige week te verzorgen. En ik heb ook begrepen dat die buddies ook de rest van het jaar buddy blijven van de klas, klopt dat? Bij sommigen wel. Dat zijn dan studentmentoren. Maar bij sommigen zijn het ook alleen buddies. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar alleen een buddy. En dan, je ziet ze wel de rest van het jaar nog steeds. Dus dat is wel gewoon heel leuk. En altijd even een praatje. Even, weet je nog toen? Dat is echt superleuk. Ah, tof. Ja, dat is echt heel gezellig. Hoe heb je dat zelf ervaren dan als buddy? Wat is de reden überhaupt dat jij als buddy, dat je daarvoor hebt gekozen om dat te zijn? Of te worden, hoe je dat ook zegt. Ja. Als het op een beroep is, maar... Ja, ik dacht, het lijkt me wel gewoon leuk om met een nieuwe groep een hele leuke week eigenlijk neer te zetten. Want ik weet wel uit ervaring hoe belangrijk de buddies zijn. En ik had ook echt 2 superleuke buddies en die hebben echt wel mijn week gemaakt. Dus daarom dacht ik van, waarom niet? En ik deed het ook met een vriendin van mij. Het was alleen maar lachgieren brullen en... er zijn heel veel bekenden die het ook gewoon doen. Dus je bent de hele week eigenlijk alleen maar met mensen die je gewoon heel leuk vindt en gezellig. En dat is gewoon super top. Ja, want ik weet al, mijn laatste
introductiekamp. Ik heb natuurlijk zelf ook zit zelf ook bij KIK. En mijn laatste introductiekamp is inmiddels alweer 2019. Ja, ja, voor corona. Ging je toen naar Ameland of waar naar nee. Eiland? Nee, of ook niet. Nee, wij gingen naar Groenepark. Waar is dat? En Groenepark, dat is in de Harkstede. En daar gingen we dan met z'n allen met de fiets richting Harkstede. En dan gingen we daar kamperen. En jullie moesten op de fiets? Ja, ik absoluut. Ik ben zo blij dat wij met de bus gaan. Oh. En dat in 2019 was ik dan zelf event crew. Dus ik heb dan zelf geholpen bij de introductie. Maar mijn allereerste introductiekamp, toen ik zelf zeg maar beginnend student was, moest ik ook naar Groenepark. Oh. Ja. En ik weet nog wel dat ik dat heel spannend vond. Ja, dat lijkt me dat ook is heel spannend. Spannend hoor. Want wat kunnen jullie nog vertellen over jullie eerste introductiekamp? Ja, ik had mijn introductieweek in coronatijd. Dus wij hadden geen kamp, maar een hele week vol met activiteiten op de Hanze en in de stad. En een festival en een eindfeest. En ik kan me wel herinneren dat ik dat heel leuk vond en ook KIK beter heb leren kennen. Voornamelijk ook mijn klas beter heb leren kennen. Dus de eerste lesweek was niet meer zo ongemakkelijk. En wij moesten ook gelijk allemaal presentaties doen in groepjes. En dan ken je elkaar gewoon al. Dus het was voor mij ook heel erg van, als straks school start en we weten dat we allemaal groepsprojecten moeten doen, dan is dat niet meer zo ongemakkelijk. Dus ik kan me wel herinneren dat ik mijn hele klas, of degene in ieder geval die uiteindelijk bleven, daar wel echt heb leren kennen. En ook de docenten al en gewoon het programma en wat je gaat leren. Want dat komt ook gewoon nog tijdens de introductieweek. Dus ik kan me wel herinneren dat ik dat wel heel fijn vond aan dat KIK dat toen daar tijd voor ons had gedaan. Ja. Je wordt wel echt een beetje klaargestoomd, zeg maar, voor het studentenleven, zeg maar. Ja, en ook wel de lesstof en dat soort dingen. Dus echt wat je op school gaat verwachten. Maar ook gewoon wel, wat kan je allemaal in de stad doen? En wat zijn tips en tricks? Vooral omdat je dus al meerdere jaar studenten hebt als buddy en eventcrew, waar je ook gewoon lekker mee kan kletsen. En die hebben mij wel toen echt geleerd van, je moet op tijd rust nemen. Je moet dit tentamen is heel moeilijk. Je moet je extra voor blokken. Want omdat je dus allemaal dezelfde opleiding doet, kan je ook dat soort vragen stellen. En dat vond ik echt wel heel fijn. Ja. Ja. En ook het gedurende het jaar, dan kan je ze altijd hebben van, ja, ook als je komt, Osiris en Blackboard, allemaal een beetje vaag. En dan zo super fijn om mensen om je heen te hebben die al weten hoe het werkt. Dus dat werkt gewoon super handig. Ja, die struggle hebben we allemaal gehad, Osiris. En welke hal je moet wezen. Welk lokaal. Vreselijk. Daarom ook zo fijn dat dan die Campus Tour daar bijvoorbeeld ook is. Maar hoe was jouw eerste introductie? Ja, mijn eerste introductie. Ja, ik weet nog, we moesten naar Stadspark. En daar hadden we een soort van eerste introductie. En we stonden ook toen in groepen. En dat was heel leuk, want je stond gewoon met je klas. Alleen, hoe dat altijd gaat, is een beetje ongemakkelijk. Je probeert een beetje gesprekje aan te knopen. Maar je moet maar even kijken, is dit leuk? Is dit leuk? En ik weet nog wel dat we echt wel een leuke groep hadden. En ook wel, ook best wel. We trokken ook wel snel naar elkaar toe. En dat was ook wel door de buddies. Omdat die ook wel heel erg ons erbij betrokken. En echt wel met ons aan de praat gingen. En ik ben toen ook in een half... We zijn hetzelfde jaar begonnen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Ik zat dus ook in een half corona jaar nog. En dat was eigenlijk aan de ene kant super jammer. Want we zouden eigenlijk eerst op kamp gaan. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel heel leuk. Want je hebt zo Groningen leren kennen. En zo je buddies en je klas. En ook gewoon veel meer over KIK, vooral, dat was ook wel gewoon meer van, je hebt ook wel door dat het door een studievereniging ook wel georganiseerd is. En dat is ook super leuk. En ja, het was gewoon heel leuk dat je ook die huisfeestjes had. Dat geeft toch even, dat is toch wel weer net even een andere sfeer. En je leert gewoon super veel mensen kennen. Dat is wel echt geweldig. Dat is heel erg leuk. Dat zeker, ja. Ja, en ik ben, Samir, jullie hebben wel voorgesteld wie jullie zijn. Maar ik ben helemaal vergeten ook dat jullie wat meer over jullie zelf kunnen vertellen. Want jullie zijn ook aanwezig bij de introductiekamp en introductieweek. Maar wat is jullie taak hierin? Ik ben in het studiejaar 2022 de voorzitter. En eigenlijk ben ik voor de hele introductieweek eindverantwoordelijke. Zorg dat alles in goede banen geleid. Zeg je dat geleid wordt? Gelopen. Gelopen. Loopt. Nou, we studeren in ieder geval geen Nederlands. Communicatie. Ik zorg dat alles goed gaat. Hoe zeg je dat? Dat alles in goede banen geleid wordt.
of zo. Zeg je dat zo? Ja. Oké, okay. Ja, nou, ik zorg dat alles in goede banen geleid wordt. En dat iedereen op de juiste plek staat. En hopelijk dat ze ook een beetje een leuke week kunnen neerzetten. En dat met een heel superleuk groot team ook. Ja. Oké. Okay. En Merle, wat is jouw taak? Ik mag het stokje van Femke volgend jaar overnemen. En dan ben ik de voorzitter van het jaar 2023-2024. En in de introweek, ga ik vooral lekker met Femke meelopen. Kijken wat ze eigenlijk allemaal doet. Helpen waar het nodig is. En ook vooral lekker met mensen kletsen omheen. Dat vooral. Ja, want de introweek staat natuurlijk ook wel een beetje bekend om nieuwe leden te werven. Maar even, laten we even teruggaan naar het moment dat jullie ervoor hebben gekozen om lid te worden van KIK. Want ik weet nog wel, toen ik lid ben geworden van KIK... Ik kreeg een broodje knakworst. Ik ben die persoon die is omgekocht voor een broodje knakworst. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik was al lid geworden voordat er überhaupt werd... uitgedeeld? Uitgehold. Dat er broodje knakworstjes werden verleid. Van, oh jongens, als je een broodje knakworst koopt... als je lid wordt, dan krijg je gratis broodje knakworst. En dat was natuurlijk op een moment dat er dan een feest was. En dan zat er natuurlijk al wat drankjes in. En ik dacht, broodje knakworst gaat er wel lekker in. Ja. Maar ja, ik was natuurlijk die overdag al lid geworden van KIK. Toen dacht ik, dat is lekker. Uiteindelijk heb ik wel ze zo ver gekregen dat ik een gratis broodje knakworst kreeg. Maar schappelijk. Ik heb meegekregen dat nu inmiddels... Dat niet meer is. Want dat was een beetje chantagemiddel. Nee, ik ben niet lid geworden door een broodje knakworst. Al had ik die wel heel graag gewild. Snap ik. Ik ben eigenlijk pas op de laatste dag van de introductieweek... heb ik me ingeschreven als lid. Maar dat was echt puur voor de samenvattingen. Omdat je dan best wel echt een flinke korting krijgt. Dus als je al lid wordt, dan heb je die kortingen er al direct uit. En ik ben niet zo heel goed in leren. Dus ik dacht, de samenvattingen hebben altijd wel nut. En toen die week na de introductieweek hebben ze een commissiemarkt georganiseerd. Want we hebben best wel wat commissies bij KIK. En eigenlijk zei een klasgenootje van mij, zullen we daar even heen gaan? Want ik ben best wel benieuwd. Ik weet niet of ik actief lid wil worden, maar ik wil in ieder geval even heen. Want dan heb ik het gewoon gezien. En ze wou niet alleen. En toen dacht ik, ga ik wel mee. Want ik woon net op kamers, ik woonde net in Groningen. Dus zoveel had ik nog niet te doen met mijn leven. Dus ik denk, ik ga wel gewoon even heen. En toen ben ik eigenlijk wel een beetje verliefd geworden op de sfeer die bij die commissiemarkt hing. Want je zag gewoon dat iedereen die daar stond om hun commissie te promoten zo goed bevriend met elkaar was. En er hing een leuk sfeertje, gezelligheid, ook stiekem wel een klein beetje competitie. Want iedereen wilde de leukste commissie van het jaar hebben. En dat trok mij wel heel erg. En toen dacht ik, ik ga wel solliciteren. En toen heb ik gesolliciteerd voor 4 commissies. Zo. En, ik wist 4. Niet wat... Ik kan niet zo goed besluiten nemen, dus ik dacht, ik zie wel waar ik eindig. En dat is het begin van een beetje het kikvirus eigenlijk. Kikvirus. Ja. Leuk. Ja, joh. Ja. Ja, en over die 4 commissies gaan we straks wel even verder hebben. Maar ja. Merle, ik ben natuurlijk al heel erg benieuwd, hoe ben jij bij KIK terechtgekomen? Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik had me echt al voor de intro week ingeschreven. Ik dacht, dat is gewoon goed. Dan heb ik gewoon die samenvattingen handig, gewoon die ins en outs. Ja. En toen kwam ik eigenlijk in de introweek en toen hoorde ik dat je ook commissies kon doen. En toen dacht ik, dat lijkt me wel leuk. Leer je weer nieuwe mensen kennen. En ik was net nieuw in de stad. Ik dacht, ook een goed opstapje om gewoon lekker mensen te leren kennen. Leventje een beetje op de rit te krijgen hier. En toen ging ik op sollicitatie en toen ben ik in de wintersportcommissie beland. En dat was een heel warm bad aan mensen die elkaar al best wel goed kenden. Dus ik kwam daar ook, ik weet nog zo goed de eerste keer. Ik kwam daar en toen was ik zo zenuwachtig. Toen dacht ik echt, oh my god, wat gaat hier gebeuren? En toen kwamen ze één voor één binnengedruppeld. En dat was gewoon meteen supergezellig. En ik heb er geen seconde spijt van dat ik bij KIK actief lid ben geworden. Nee, want dat blijkt wel gezien jij het stokje gaat overnemen van Femke. Ja, ja. En dat betekent denk ik dat je wel een groot hart hebt gecreëerd voor KIK. Ja, zeker. Ja, ik hou echt van KIK. Ja. Mooi om heel te leuk. Horen. Ja, want even over onder andere dus windsportcommissie. Femke, jij hebt dus voor 4 commissies gesolliciteerd. Oh, dat klinkt zo loserachtig. Maar welke commissies? Dus kun je wat meer vertellen over wat voor commissies er eigenlijk allemaal zijn bij KIK? Want ik ga ervan uit dat er natuurlijk nieuwe studenten wellicht ook gaan luisteren naar deze allereerste podcast.
Dus wellicht kunnen ze al een klein beetje inlichten over wat zij kunnen verwachten bij KIK. Wat voor commissies wij aanbieden. Aanbieden, dat klinkt zo... Aanbieden. Welke voor elk wat wils. Ja, nou, Merle mag het volgend jaar gaan leiden. Dus, ja, nou, we hebben de binnenlandsreis, de buitenlandsreis, de wintersport. We hebben ook professionele activiteitencommissie, de sociale activiteitencommissie. We hebben de promocommissie, de alumni-commissie. Even denken, wie mis ik dan nog meer? Redactiecommissie. Almanak, natuurlijk niet te vergeten, dat is het jaarboek. De international commissie. En studio natuurlijk. Heb je promo al gezegd? Ja. Oh. Toch? En anders nog een keer de promocommissie niet te missen. Ja, want dat zijn wel geteld 12 commissies. Ja. Echt ja. Bizar. Moet je nagaan dat KIK volgens mij ooit begonnen is met nou misschien 3 commissies. Ja, het is echt volgens mij, gegroeid. Ik ben zelf lid geworden in 2017 of 2018. Toen waren er ook voor mij iets van 8. En dan zitten we nu op 12. Het is zelfs ooit 13 geweest met Lustrum, natuurlijk. Oh, ja. Maar dat is natuurlijk eens in zoveel in 5 jaar. Haar. Ja, één grote gezellige boel om bij Eén KIK. Grote gezellige boel. En ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor deze allereerste podcast. Ik wil jullie onwijs erg bedanken voor jullie tijd. Ik vond het super gezellig. Ik hoop dat jullie het ook zo gezellig vonden. En ik hoop de luisteraars of kijkers, wat ik ook moet zeggen, weer te zien bij de eerstvolgende podcast. Tot de volgende keer! Oh, het is helemaal warm. Ja, joh.